Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer de eerste minister. Ja, in 2025 dreigt het licht uit te gaan als rechtstreeks gevolg van de kernuitstap. En de regering heeft al 2 jaar gehad om te onderhandelen met Engie in het belang van energieonafhankelijkheid, bevoorradingszekerheid, de portemonnee van burgers en bedrijven. Maar er liggen geen resultaten op tafel. De regering slaagt er telkens opnieuw in met minister Van der Straeten op kop om de beslissingen voor zich uit te duwen. Eigenlijk bijna om een kerninstap onmogelijk te maken. Hè. En dan zie ik een aantal partijen, VLD, MR, CD&V, en die laten maar betijen. Die laten allemaal maar betijen. Puur een wetsvoorstel indienen om er dan iets aan te doen en dan op allerlaatste moment de staart intrekken uit angst voor die groene coalitiepartner. Ja, gisteren was het weer van dat. Een dringende vergadering over energiebevoorrading. En de regering heeft beslist om niet te beslissen. En zo wordt langzaam maar zeker natuurlijk die realiteit dat het licht effectief zal uitgaan. En dat wordt de nieuwe waarheid. Met als gevolg dat waar wij altijd voor hebben gewaarschuwd en waar u altijd doof voor bent gebleven, dat dat nu wel aan de orde is. Meneer de eerste minister, het is tijd om te kiezen. Ofwel neemt u maatregelen, beslist u eindelijk, en dat wil zeggen dat er meer kerncentrales moeten open blijven, ofwel blijft u hangen in die groene dogma's. Maar de keuze is wel aan u. Dank u wel, meneer Kibbers. Collega's, na al het getoeter, misschien toch even de feiten. Laat me eerst en vooral geruststellen. In ons land gaat de lamp of gaat de verwarming niet uitgaan. Laat dat duidelijk zijn. Maar de discussie in andere landen in Europa voor deze winter is een andere discussie. Hè? In Duitsland werkt men aan een industrieel afschakelingsplan. In Zwitserland heeft men plannen om te zeggen elektrische wagens mogen niet gebruikt worden in de winter. In Frankrijk hebben ze een plan de délestage. In andere landen is men bezig om de meest vervuilende centrales, kolencentrales, te verlengen in de tijd. Een aantal van die landen vandaag, die hebben vandaag geen blackout. Dankzij wie? Dankzij ons. Dankzij ons land. Dankzij het feit dat we in ons land een stevig energiebeleid hebben, worden die landen vandaag niet blootgesteld aan een blackout. Dat zijn de feiten. Ik wil hier veel getoeter horen, maar dat zijn de feiten. Meneer Hollands. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer de eerste minister, soms heeft u gelijk. U heeft gelijk dat wij geen probleem hebben, omdat er zoveel kerncentrales draaien. En waarom draaien er zoveel kerncentrales? Omdat de vorige legislatuur in de Zweedse regering we er 2 hebben verlengd. Daar waren de rode tegen. Daar waren de groenen tegen. En in welke situatie, mevrouw de minister, hadden we gezeten wanneer we jullie beleid hadden gevolgd? In dezelfde problemen als onze buurlanden. En dus ja, het is een goede zaak dat die kerncentrales draaien. En nee, het is niet toevallig dat we in de problemen komen het jaar dat die kerncentrales sluiten. Dan zit u in de problemen. Dus wat u vandaag moet doen, is ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk kerncentrales vanaf 25 en 26 kunnen draaien. Dat is uw opdracht, maar u heeft vandaag nog niet vooruitgekeken. U heeft vandaag nog geen beslissingen genomen en u stelt onze toekomst in het gevaar. Meneer de eerste minister, beslis nu eindelijk om die kerncentrales open te houden. Dat is uw taak.